We staan hier op het sportpark van Liemt voor de finale van de na-competitie. Daar spelen Hoge Loon en Avanti tegen elkaar om te kijken wie er gaat promoveren naar de tweede klasse. Hoge Loon heeft al gewonnen van Vinkel en van Amadella. En we gaan eens kijken of ze vandaag het kunnen bewerkstelligen om te promoveren naar de tweede klasse. Heren, halverwege de wedstrijd. Nou, de wedstrijd is goed in balans. Ik denk dat het accent nog een beetje bij beide clubs een beetje op de verdediging zit. En net als sporadisch kansen komen, maar nee, het moet eigenlijk nog beginnen. Ja, maar het is gewoon wachten op wie de eerste goal maakt. Hè? En dan kunnen we verder. Oh!
Succes, mannen. We staan hier bij de held van vandaag, Jesse Lamers, die de beslissende penalty pakt. Jesse, vertel eens, hoe ging het door je heen na die laatste penalty? Alles. Het is echt, ik dacht echt al dat we er al waren, bij die vijfde. En dan krijg je nog geel ook. Ik zei ook tegen je scheidsrechter, ben je toch niet meer bezig dat je op de lijn moet gaan staan? En dan krijg je nog geel. Dan blijven ze maar binnen vliegen en dan moet je zelf nog een penalty gaan nemen ook. Ja, vond je dat niet spannend? Ja, jawel. Maar ik moet zeggen, op de training doen we er ook wel geregeld. En dan gaan ze er ook wel lekker in. Dus ik wist dat ik hem kon nemen en gelukkig ging je erin. En samen met die jongens nou feest vieren. Echt fantastisch. Ja, heb je de extra steun gevoeld van de Hogeloon supporters? Tuurlijk. Heel de nacompetitie al uit naar EVVC, naar Bladella. We hebben het echt met heel het dorp gedaan, dat meen ik echt. Vanavond gaan we er ook denk ik wel echt een dorpsfeestje van maken. Ja, we wilden net vragen, wat zijn de plannen voor vanavond? Ja, naar de stamkroeg, hè. Even een bakker op zijn kop zetten. En, ik hoop dat al die jongens meegaan, alle supporters. Want zij hebben die ook verdiend, net als wij. Ja, ik heb mijn vermoeden dat ze wel meegaan. Dankjewel Jesse, veel plezier. Nick, allereerst proficiat. Heb je ooit zoiets spannends meegemaakt? Nee, nog nooit. Het bleef maar duren met die strafschoppen en ja. Ongelooflijk. Gewoon, ja, ze zijn gewoon cool gebleven en gewoon heel goed getrapt. Hè. Kun je nog iets over de wedstrijd vertellen? Ja, ik denk dat Avanti de eerste helft wel iets beter was. Dat wij de tweede helft misschien wel de betere kansen kregen, dat we iets rijder waren. Vooral toen dat we achterkwamen. En ja, ik denk dat we over 90 minuten of 120 minuten was misschien wel de terechte uitslag. En had je ooit aan het begin van het seizoen kunnen verwachten dat het zo zou eindigen? Nee, onze ambitie was na het kampioenschap tegen Vessem. Er zijn er twee corona-seizoenen geweest, die zijn stilgelegd. En dit is eigenlijk het eerste volledige seizoen dat uitgespeeld is. En ja, je promoveert terug. Dus dat was eigenlijk niet ingecalculeerd. Maar goed, dat feestje mogen we niet laten liggen. Hè. Ja. En hoe deed Jesse het? Die vervult een helder rol. Ja, Jesse ja, doet gewoon fantastisch. Hè. Het gewoon... Twan was dan afwezig met de na-competitie. Jesse is erin gekomen en dan pakt de jongen hier nou een besliste strafschop. Dat is gewoon ja, heel knap van hem dat er voor het team dan staat. Nou, een groot feest? Ik denk het wel. Ja. Hoge onkende. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Ik sta hier bij Luc de Laat en Jorre Pluims, twee mannen van de harde kern van Hoge Loon. Voelt deze overwinning ook als een overwinning van de supporters, aangezien er zoveel zijn met vuurwerk, muziek, de trom? Ja, we hebben ons best gedaan om het team en de selectie te kunnen ondersteunen. En daarom denk ik wel dat een beetje onze... Ja, we hebben wel meegedragen aan de overwinning, denk ik. Ja, penalty held Jesse, die verwoordde het net van dit is een overwinning voor heel het dorp. We hebben het samen gedaan. Ja, we zijn een klein dorp. En als je kijkt waar er in de tweede klasse voetbalt en waar er in de derde klasse voetbalt, zijn er heel veel grotere clubs en verenigingen dan Hoge Loon.
En vind ik wel knap van Hogeloon zijn, zeg maar, dat we zo ver komen. We zijn ook wel echt een team, zeg maar. Het was ontzettend spannend, maar Hogeloon heeft gewonnen en gaat naar de tweede klasse. Ik denk dat we hier een feestje van gaan maken en ik denk dat het zeker goed gaat komen.